In het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden wordt onder de titel Vijf Eeuwen Schaak een tentoonstelling gehouden van het schaakspel door de eeuwen heen. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zijn excellentie Dr. Gielen, brengt hier een bezoek. Hij wordt rondgeleid door de eigenaar van de verzameling, Dr. Niemeyer. Op deze interessante expositie zijn schaakspelen uit vele landen tentoongesteld. Een Egyptisch spel uit de 20e eeuw. De stukken stellen onder andere voor een sphinx, een faro, een mummie en dergelijke. Dit eenvoudige houten schaakspel werd in de oorlog gemaakt door de gevangenen van het kamp in Vught. Ook zijn er enkele zeer kunstig gemaakte miniatuurspelen. Een gekleurd houten schaakspel met kabouterfiguren. Een primitief spel van de Bataks op Sumatra. Een Javaans schaakspel met Wayang-figuren. En een ivoren schaakspel uit Japan. De stukken stellen mythologische figuren voor.